people, including you and me, have to take painkillers or other drugs sometimes. However, not all people are able to swallow tablets. Think about young children, elderly people, or people in a coma. Pharmaceutical researchers are working on administering drugs in new and alternative ways. At the University of Groningen, there are a few of these creative thinkers. Jori and I got to speak with one, Caroline Visser. She started her research with the following mission: design a form of administering drugs for people who are not able to swallow tablets. And her idea started off with a strange piece of candy. Yes, these breath freshening strips. Jori and I asked Caroline all about the idea, her research and the future. And the most fun part, we were able to make and try autodispersible films ourselves. Nou Caroline, je kwam op het idee, je had zo'n ding en toen? Ja, het idee is niet helemaal uit de lucht komen vallen. Dat was eigenlijk een verzoek van het kinderziekenhuis in Rotterdam, het Erasmus Sophie kinderziekenhuis. En daar hebben ze hele kleine patiëntjes, kindjes, te vroeg geboren en dan kun je geen tabletten geven, geen zetpillen. Toen dachten we moeten een toedieningsvorm gaan verzinnen die ze niet kunnen uitspugen en wat ook heel makkelijk toe te dienen is. Nou ja, zo kwamen we op het idee. Heb je dan de receptuur opgevraagd bij de fabrikant van die breath fresheners en vanaf daar verder gegaan? Nee, we begonnen eigenlijk helemaal vanaf nul. Kijken welke bestanddelen geschikt waren en maar proberen, ja. Maar dat is eigenlijk gewoon het wiel opnieuw uitvinden, of niet? Op zich wel, ja. Ja, en dat is ook een beetje onderzoek. Gewoon maar proberen en kijken wat eruit komt en vervolgens daarop verder gaan. Ja, het is fouten maken en dingen leren en weer verder gaan. Maar hoe gaat het nou precies in zijn werk? Het is misschien makkelijker als ik het even laat zien. Ja, leuk. Ja, zullen we naar het lab gaan? Helemaal goed. Oké, Caroline, wat is eigenlijk stap 1 in het proces? Ja, stap 1 is dat we allemaal verschillende grondstoffen gaan afwegen en die mengelen met water. Dat is het meest makkelijke oplosmiddel. We hebben een combinatie gemaakt van verschillende soorten. Het belangrijkste hoofdbestanddelen zijn filmvormende polymeren. En die zorgen er echt voor dat dat filmpje gevormd wordt. Nou, als je dat alleen toevoegt aan water, dan wordt het heel bros. Dus er moet ook een beetje een beekmaker bij. Dat is dan glycerol. En vervolgens hebben we nog wat hulpstoffen die de pH goed stellen, dus de zuurgraad, of bijvoorbeeld zware metalen wegvangen, die kunnen een interactie kunnen geven met je filmvormde polymeren. En daarnaast kun je nog iets bedenken wat het geneesmiddel stabiel houdt. Dat doen we allemaal samen. Ja, we hebben nu vaak een kleurstof erbij ingedaan om puur voor op het lab, om te kijken of het egaal geworden is. Dus geen klontjes, geen luchtbelletjes. En vervolgens wordt dat geroerd gedurende een bepaalde periode. Nou, dat heeft zeker een nacht nodig. Een nadeel daarvan is namelijk dat er heel veel luchtbelletjes in de oplossing blijven zitten. Elke luchtbel zorgt ervoor dat hij de plek van het geneesmiddel inneemt. En dan heb je een verkeerde dosering. And while we wait for the substances to dissolve, we asked Caroline about the process of designing a method for actually creating the autodispersible films out of a fluid mixture. Ja, we hebben verschillende manieren geprobeerd, verschillende mallen. Het idee was om een postzegelformaat filmpje te maken. Hoefden we niet meer te knippen. Daar hebben we een mal voor ontworpen, deze. Nadeel daarvan was dat zodra we gingen gieten, verdween ook alle vloeistof onder die mal. Dus in plaats van een postzegel hadden we één grote smul. Nou, vervolgens zijn we doorgegaan met een andere mal, dat is dan deze. Maar het nadeel daarvan was als we het hier ingoten, dan bleef het plakken. Kreeg er met geen mogelijkheid meer uit. We hebben van alles geprobeerd en uiteindelijk kwamen we op de Dr. Utker bakplaat, maar ook dat was geen succes. En als laatste optie kwamen we op het idee om het dan met de Codemaster te doen en dat is een succes geworden. Yes, our mixture is ready. We pick up some of the mixture with a syringe and use this small film applicator to keep the mixture in place. And then we let the Codemaster do the work. On the Codemaster lies a plastic piece of release liner, which is heated up to about 38 degrees Celsius. This is done to make sure that the water in the mixture evaporates at a constant rate. Even though the Codemaster is heated up a little, drying still takes about 3 hours. So,
While we wait again, we ask Caroline about the process of trial and error in designing the perfect oral dispersible films. Deze was bijvoorbeeld veel te bros geworden, maar als je zo ziet, het is allemaal, mag wel even bekijken, allemaal kleine korreltjes geworden. Ja. En aan de andere kant hebben we een keer iets geprobeerd wat veel te plakkerig was. En zie je wel, hier zitten verschillende filmpjes op elkaar in een zakje, maar je krijgt ze niet meer los. Dus wat we willen is twee hele mooie filmpjes die je zo beter kunt pakken, niet breken als je ze uit de verpakking haalt en ook nog blijven plakken als de patiënt het inneemt. Yes, our films are done. But they are very large. What now, Caroline? Voorheen deden we dat met gewoon een scalpel en dan maar snijden. Het nadeel daarvan was dat je vaak braampjes eraan kreeg en dan gingen ze scheuren, dus dat was niet ideaal. Toen dachten we, dan moeten we wat anders op verzinnen. Nou, toen ben ik gewoon naar de hobbywinkel gegaan en heb een pons gekocht. En het is heel simpel, je stopt ze ertussen en je pons ze op de juiste maat. En je hebt een filmpje. En het voordeel hiervan is dat het altijd op dezelfde maat is. Well, of course we wanted to try this for ourselves. And yes, it actually works perfectly. And now, it's finally time for a taste test. Proost. Proost. Nou, vrij smakeloos, maar... Het plakt wel. Blijft wel plakken. Ja. Dus met dit onderzoek heb je dus het filmpje gemaakt. En de vervolgstappen zijn dus de medicatie toevoegen. Is dat al gelukt of moeten we daar nog mee verder? Ja, dus van een aantal geneesmiddelen is het gelukt. Dat zijn vooral middelen die gebruikt worden bij hart- en vaatziekten of... kindjes die te veel vocht vasthouden, dus dat ze vocht gaan verliezen als ze dit geneesmiddel innemen. Het nadeel is wel dat het alleen in hele lage doseringen kan worden toegepast. Dus de hoge doseringen, dan moet je bijvoorbeeld denken aan paracetamol, dat lukt dan absoluut niet. To give you an idea, one oral dispersible film fits around 25 mg of drug at the most. A small child needs 250 mg of paracetamol per dose, which is half of a normal tablet. This means that there are at least 10 films needed to administer one dosage of paracetamol to a child. En daarnaast is de smaak soms onaangenaam en paracetamol heb je misschien zelf al een keer geprobeerd. Dat is gewoon niet lekker als je dat doorslikt. En dat is nog wel een uitdaging om dat goed te krijgen. Dus nog veel toekomstwerk eigenlijk? Veel toekomstwerk, zeker. Ja. Nou, super. Heel veel succes. Dankjewel. Caroline started from scratch, but with a creative mind and a lot of perseverance, she ended up with a finished product. And now, after years of research, she is ready to receive her doctoral degree.